Yo, bedenners, ik heet Denske en welkom terug bij een nieuwe video van South Park, The Stick of Truth. En zoals jullie misschien weten uit de vorige episode, zijn we momenteel in een school aangekomen. En wat we dan gaan doen is we gaan Craig gaan we uit deze school breken, als haar uitbreken, laten ontsnappen. Dus dat is wat we nou gaan doen. En als het goed is, is dit onze laatste opdracht in de cafeteria. Dus dat gaan we doen. We hebben als eerste een bronzen sleutel gevonden, daarna een zilveren. En nu hebben we de gold. En nu hebben we een boss fight. Tegen hem. The hall monitor. Boss. No hall pass? Then it's time to write you a referral. What the fuck? Oh, yeah. That's the boss. Good luck. That's the boss. Okay. You still think this is a game, young man? Ik hou van deze game. Echt, ik zweer je. Roar! Oh, god. Oké, ik denk dat we het nou anders moeten aanpakken. We beginnen eerst met... Kan ik hem muggen, denk je? Oh no, ik kan hem muggen. Dat meen je niet. Zal ik daarmee wachten? Of niet? Het is handig als ik hem... Oké, okay, fuck it. Fuck it. Ik ga hem gewoon muggen. Het kan me ook niet. Boeien ook niet. Come on. Bah! Oké, okay, 90. Dat is niet heel veel damage. Ik heb wel iets gejat. Hij blijft even knock-out als het goed is. Dus, butters. Nee, weet je wat? Nee. Doe deze, de Hammer of Storm. Dan val ik als het goed is twee mensen aan weer. Ja. Als het goed is val ik ze alle twee aan. Probeer het. Juist, dat is wat ik wil zien. Dat is wat ik wil zien. Nice. Oh no. Oh no. No! Wat gaat hij doen? Red Dead from above. Redelijk goed verdedigd op zich. We kunnen een... I'm just itching to use this referral slip. Ik ga even de backstabben, whatever. Ik steek hem neer. Want hij gooit iedere keer die bot, dat is irritant. Ik denk dat we heel veel last van kunnen hebben. Ja! Oké. Okay. Batters. Oh, wacht. Nee, doe maar gewoon hammer. Op. You're a bad seed. Ik denk dat we gewoon hem blijven aanvallen. Hij is nou even knockout. Whatever. Ik wil eigenlijk het liefst die andere eerst uitschakelen, maar... Maakt op zich niet heel veel uit welke volgorde dit doet. Oh god. No butters! Ik moet butters revive of heal of iets in die richting. Oké. Okay. Magic. Kan ik die gebruiken? No. Ik snap niet waarom dat niet kan. Noob hammer. We gaan hem even uitschakelen. Ik mag hem niet. Hij kijkt zo lelijk. Bam! Oh, ik ben bijna dood. Bijna, dat is nice. Oké, okay, dan kun jij hem afmaken als het goed is. Dan hebben we tenminste één man minder weer. Nice. Very nice. Oh. Hey, ik kan hem... Uh-oh. To break enemy... Oké. Okay. Hoe werkt dat precies? Hoe werkt dat precies? Ah! Wow. Wacht. Oh, dat moet zo. Nevermind. Zo niet? Zo moet dat niet. Ah! Hoe moet dat dan? I don't understand. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon slaan. We gaan hem proberen dood te maken. Ik heb geen idee wat ik nou precies moet doen. Wat gooit hij? Oké, he's a dead man. Rip! Ik denk dat ik dat net niet kon doen, die magic. Want hier, kijk maar, dat is niet mogelijk. Die ability heb ik nog niet. Ik klik. Dus daar, whatever. Ik denk dat we Birders laten liggen. Ik denk dat ik hem in één keer kan uitschakelen, met één klap. Counselor Mackie shall hear. No! That's it. I'm notifying your parents. Nee! Not my parents. Hij belt mijn ouders. Oké, daar heb ik wat voor. Hier, op je muil, gauw! Jij belt helemaal niemand. Nee, hij is dood. Oh, die andere is weggerend. Ah, oké, okay, cool. Bubblegum wrapper. hall monitor. Even de rest wat shit. Kunnen wij hier gewoon door? Ja, dat kan. Oké, okay, nice. Yay! Alsof het echt gewoon een gevangenis is, hè. we hebben het gedaan. We hebben hem gered. Who are you? What's your name?
Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Zo stom. Human dog. Zo is stom dat hij nooit praat. Detention sentence. Quest completed. You're a douche. Oh, oké, weet je wel. Ik ga wel met jullie vechten. Ik ben voor niemand bang! Fellas, we can work this out. Dit moet toch wel makkelijk zijn? En die levels van hun die gaan ook allemaal omhoog. Dat is op zich wel logisch. Wait, natuurlijk. Oké, weet je wel. Ik ga ze eerst even schakelen. Hij is nieler. Fuck hem. Hij is alweer bijna dood. Oh, dat werkt zo goed. Patters. Reken maar met hem af. Ik weet niet of hem in één keer... Nee, ik kan hem niet één keer doodmaken. Nee. Wel veel damage, hè. 88, dat is nice. Oh. Ah. Oh, wat? Hij is nou al dood? Dat ging wel heel makkelijk. Oké, okay, dan... Met zijn kop op de stoep brand. Yep. Return to Cartman. Dat gaan we zo meteen doen. Ik wil heel even richting die Manbear Pig. Item remove ladder to crack. Dat is logisch. Die hebben wij net gegeven. Ik snap nog steeds niet wat dat ding doet. I don't understand. Oh, moest dat daarop? Oh, wat is dit? Oké, neem mee. Objective complete. Place sensor on fire danger meter. Return to Algar. Gaan we dat even doen? We gaan richting Algar. Wacht even, was je boven? Ik heb hier achter, is hier iets te vinden? Oké, we hebben hier Terrence en Philip voor ding. Wat zit hierin? Bottle cap. Hey, dat is interessant. En we zijn bij de church. En we hebben een fast travel. Dat is nice. Heb jij nog iets te zeggen? Iets nuttigs? Nee? Oké. Okay. We gaan even in de kerk. Misschien wel slim. Nou, wat we net allemaal hebben gedaan. Even opbiechten. Kunnen we niet in. We hoeven nog maar 2 fast travel spots. Dat hebben ze allemaal gevonden. Kunnen we die boekjes pakken trouwens? Ik heb echt het vermoeden dat die dak iets ligt waar je niet kan zien, zeg maar. Dat jij alleen kan zien als je erin loopt. Nou ja. Oh, ik denk dat er nou iets gebeurt. Ik zweer het je, je zou echt verwachten dat er nou iets zou gebeuren, maar blijkbaar niet. Wat zit er hierin? Boy size leash. Dit is zo bad. Oh, dit is zo slecht. Oké. Okay. De Hollywood beard, die moeten we daar ook in nemen. De cure potion, cash, St. Petey, ghost patch, take all. Hier is volgens mij verder is niets te vinden. Hier achter misschien iets. Nope. Lijkt erop van niet. We gaan er vandoor. Waarom werkt dit niet? Ik zou zweren dat er nou iets zou moeten gaan gebeuren. Ik weet dat die meer verstopt moet zijn. Dat moet. Dat weten jullie ook wel. Er moet hier iets verstopt zijn. Blijkbaar niet. Ik geloof er niets van. Hier moeten wij of later nog een keer terugkomen. Of iets is er. Fuck you, asshole! Fuck you, asshole! Hey, politiebro. Oh, wacht. Kijk eens hier. Slopen gewoon de politie uit. En kan dit... Oh, dat kan niet kapot. We kunnen politiebro ingaan. This is where Jimmy gave me that noogie one time. Oeh. Oeh. Oh. Ze geven ook gewoon geen fuck om, hè. Skeeter really you know cleaned you up can that die from a kitty twister? Hey, ik zie achter iets liggen. Dat is voor mij. Give it back, give it back. Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Justin Bieber toy, oh, made up. Baby loser toy. Oh. Oké. Okay. Fuck him up. I'm gonna fuck him up. It's good for you. Oh, Christ, what a pickle! What a pickle! Oké, wie gaan we als eerste die daar? Die kijkt lelijk. Ze kijken allemaal lelijk, maak je fuck uit. Oké. Hatta! Hoppakee. Bully girl. Laat jij maar gelijk je beeld te zien. Deze die... Oké, die werkt ook op 2 mensen als het goed is. The lightning strike! Oh, nou werkt het op die 2. Wat? Fuck. Oké, dat hebben we op zin best goed. Oké.
Wat gaan we nou doen? Ik wil eigenlijk die boog wel eens een keer proberen. Gewoon voor de los. Ik heb die nog niet getest. Hopelijk dat ik die in één keer kan uitschakelen. Bam! Oh! 124 damage. Dat is fucking veel. Dat is nice. Very nice. Oh, we hebben ze bijna. Got it. Ah, shit. Oké. Onze laatste klap. Om het af te ronden. Dat wordt een power attack op de muil. Bam! I know that doesn't solve anything, but I kinda like it. I kinda like it. You like beating up on girls? Oh, I hope they didn't break it. Oh, phew. He thinks. I owe you one, kid. Okay. That was so amazing. What you did for me, I won't forget it. Okay, prima. Dat was fucking random, dat ding trilt. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar oké, we lopen even om, want ik zag hier achter nog een tas liggen. Bird's nest. Messy face paint. Cash. Was hier nog iets? Ik wou niet zeggen, ik zag hier iets. En nou zie ik ook iets anders, daarboven. It's a Pokémon! What? Oké, die gaan we ook even pakken. Onze gloednieuwe Pokémon. De Snacket. City Hall. Ik kan het proberen. Ik kan even kijken. Ik kan even een kijkje nemen. Kan geen kwaad. Hey, who the fuck kid, are you? Maybe you can help us with something. Nah. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop, chop! Ook wat ze zo mooi zegt, man. Het doet ons een beetje lijken alsof we hardloos zijn, hè? Dus sla ze maar in elkaar. Zorg maar dat ze weggaan. We still have hobos, kid. Come back when you've solved our little problem. Oh, deze game is fantastisch. Ze geven ook echt nergens geen fuck om. En dat is waarom deze game zo goed is. Ze geven echt nergens gewoon geen fuck om. Inventory. Oké, we hadden wat nieuwe shit. Messy face. Dat ziet er heel stom uit. I like it. Oké. En verder rest doen we dit. Bird's nest. Nee, ik vind het wel grappig, hè. Een vogelnestje erin. Oké. Worden er telkens weer knapper erop, joh. Telkens knapper. Oké. Vervolg ons avontuur. You're kind of creeping me out, dude. Bah! Kun je weer naar beneden, eigenlijk? Dat kan. Er zit iemand op het dak. Ik weet niet of je het door hebt. Oh, nee, misschien kan ik hem naar beneden schieten. Wat gebeurt er met die vogeltjes? Die heb ik al zo vaak gezien. Pile of splinters. We gaan hier even achterlangs. Ik moet mijn power potions echt een keer gaan gebruiken. Want die spaar ik alleen maar op. Weer een travel ding. Was maar. You must be in our little Bradley's class. I know everyone thinks their child is special. But I really think he is. He's special. Yep, he's special. Post office, waar is hij te vinden? Get on the ground and shut up or your brains are going on the fucking wall. Hey Vance, how's it going? Just showing the new kid around today? Yeah, already been to the bank. Hey Butters, sweet kid. Ik weet niet of jullie het zelf zien, Zik. Maar ik zie domestic mail. En ik heb zo'n vermoeden wat erin is. Kan ik dat door? Ik kan dat, oh ik kan dat door. Oké, dat ding. Afghan. Goat. Okay, have you accepted Christ into your heart? Oh my god, Mr. Slaves package. Oh my god. Kan ik hier achter iets vinden? Deliver Mr. Slaves package. Ik wil niet naar hem toe. Ik durf daar niet heen. Ik durf daar niet heen. Ik ben bang dat ik verkracht word. I'd love to chat, but you're unpopular. Hey, bedankt hè. I'm unpopular. 50 shades. Okay, cool. Oké, we gaan er weer vandoor. Ik zag hier net ook nog een deur die we nog konden openen. Even kijken wat hier is. Ah, die is op slot. Ik ben eigenlijk geneigd om hier naar beneden te gaan om te kijken wat het riool is, maar new message from Craig. Craig, wat heb je te vertellen? Craigity Craig. Oh, you have 3 new friends. Yay! Craig is now single. Ah, sorry to hear that. Thieves work alone. She was holding me back. Ja, yep, als hij het zegt, dan zal het zo zijn.
Waar zijn we nou? Oké, weet je wat we het beste kunnen doen? Ik denk teruggaan. En dan nemen we die travel ding. En dan gaan we via die travel heel erg snel naar... hier ook, naar ons kamp. Zo. Hier ben ik weer! Catman! Army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Zo is dat! Sir Douchebag! But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. Not the Bard! The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Oh, are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Okay. Train with Cartman. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Hij scheet in zijn hand en hij gooit hem... Wat? Werkt hij niet exact hetzelfde als... Als die gewone. Dan werd ik exact hetzelfde. Now let us see how you fare against a real opponent. Kenny! Magazine, could you come help us with something? Magazine? Yes? Oh, hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try out a new move. Anger! Anger! Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. All right, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag, and never on a man's paws. Wise lesson. If the carrier ravens are correct, the Bard is hiding out at the inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the Bard and bring him to justice. Make haste to the Giggling Donkey. The Giggling Donkey. Find more friends to unlock perks that provide additional... Yeah. Quest complete, call the banners. Cool, cool, cool. Wat ik nog heel even wil doen, is ik wil... Oh, wacht, ik had beter die travel shit kunnen gebruiken. Nou, het probleem is een beetje... Oh, wacht, daar wel. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Twitter. Carrier Raven, Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. What? Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum. Wow. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the Bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Don't let him get to you. Wauw. Oké, we zijn in de cellar, oftewel in de kelder. New you quest, the bar. Er is iets met de stroom, dus je ziet de water daar ook. Oké. Mountain Dew! Oh, wat zit hier? Oké. I think I hear him. Volgens mij niet. Oh, wacht, we hebben hier iets. Kunnen we het aansteken? Zou dat werken, denk je? Oh, dat kan niet. Jammer. Dat zou op zich wel mooi zijn. Hallo? 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 Oh, nee. No way. It's the Bard.
is the bard! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! It's a trap! Never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Magical songs of enchantment. Okay, het is gelukt. Goed zo, goed zo. Well done, well done. Het gevecht van de eeuw. Ah, dit ziet er niet zo erg moeilijk uit. Om eerlijk te zijn. There was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. What? Boy did she swallow? Wait, what? Push deck. Sinds wanneer heb ik dat ding? What? Waar komt dit ding vandaan? Tja! Wow! Woe! Ik weet niet waar dat ding vandaan komt. Kan ik deze toevallig gebruiken op meerdere? No, op mijn één enemy, oké. Dan wacht even. Kan ik jou in één keer kapot slaan? Jazeker! De hypotheker! Ik let dus op die tekst die jij zingt eigenlijk. We gaan dus eventjes eentje merken. Ik bedoel, we hebben nou toch die ability. We merken hem eventjes, die achterste. Dat is wel handig. Ik bedoel, why not? Hoppakee. Baseball cards. Oeh, dat is van groot belang. Dan doen we deze op hem. Nou kunnen we ze afmaken. Suck my balls. Suck my balls. Ah, no! I've been hit. Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Ah, hij zingt heel dezelfde tekst. Dat vind ik een beetje jammer. Hey. Oké, weet je wel. Het is mooi geweest. It's time to die. Nou, die laatste alleen nog eventjes. Aan jou de eer, baders. Aan jou de eer. Zo, dat was makkelijk. Mogen we nou tegen hem vechten of niet? Maar boven zit ze op hem te wachten, toch? Ze zit hem op te wachten. Kijk. Nee! Zonder... Oh, wacht. It's a trap. Dat was waar ook. It's a trap! Wacht eventjes. Oké. You're going down. You can use copper spell on open flames to create explosions from a distance. With copper spell selected, pull R down and hold aim with L and push up R to fire. Oké, we moeten eerst eventjes die andere ding. Oké, die hebben we nou. Down. Ik kan niet. Hoe moet ik aimen? I don't get it. Dat is bullshit. Ik heb toch de goede. Oh wacht, ik had de verkeerde geschilderd. Mijn fout. Ik dacht al, hè? Oké, nou kunnen we aimen. Neem aan gewoon daar. Kaboom! Ja, oké. Duurde even dat ik het door had, maar het werkt. Wacht even. Kunnen we dit ding meenemen dan? Oh, dat kan niet. Wacht even. Maar dat moet dan toch ook lukken op die vlam? Wacht. Yes! Hell yeah! Moet je kijken! Hoe kunnen wij hier omhoog komen? Oh, wacht eens eventjes. De zak. Nee, de zaklamp kan niet. Wacht, dit ding? Ik zag iets. Maar dat is niks. Hoe komen wij hier voorbij? Ah! Hoe komen wij hier voorbij? I don't know. Die, asshole! Fuck. Hier is stroom. Ik weet dat wij hier gebruik van kunnen maken. Dat weet ik nou al. Maar ik snap niet hoe. Kijk hier, dat is stroom. Oh. Nee, die... Wat? Nee. Dat kun je maar niet vertellen dat het niet werkt. Dat moet werken. Fuck. Ik weet dat we hier ergens stroom uit kunnen zetten. Dat weet ik zeker. Wat is dat? I'll handle this. Oh! Ah!
Nee, dat meen je niet. Maar wacht. My ankle. I think it might be broken. Maybe I should look at it. Wacht even. Hoe werkt dat weer? Oh ja, wacht. Zo. Aim. En... fire! Woo! Yes, got him! We hebben de twee uitgeschakeld. Nice. Pak dat spul af. Die andere die mag, laten, mag blijven leven. I don't care. We could be stuck in here forever. Oh, wacht. Weet je wat? Doe jij maar eventjes... Oh, hoe werkt het ook weer? Yes, sir. Ga jij maar even, hem healen. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 can't take care of. You guys go ahead. Dank je. Nou, dat ging makkelijk. For the alt tank! No! Someone help! That came from the kitchen. Cartman, what the fuck is it with Cartman? And that. Wat? Ze zit op de slaap met een schoefel. What the fuck? Weet je wel? Ik zal hem even redden, omdat het kan, weet je wel. Laat hem weer van mijn goede kant zien. Hij heeft een schild van een pizzadoos. We beginnen weer met deze. Ik ga hem eventjes smuggen, want ik heb een hekel aan die mensen met die bogen. Die zijn altijd irritant. Hoppakee. Gestunt, we hebben gepakt. Shattered Arrow, hebben we ook nog een fuck aan. Het gaat om het principe, toch? Misschien werkt deze op beide. Ik heb geen idee. Werkt dat? Ah, maar op eentje. Oh nee, ik deed weer op de shield. Dan moet je niet op de shield doen. Dat heeft geen zin. Dat is stom. Fuck. Nou ja. Oké. Armor kit 2. Oké. Oké, we gaan even kijken wat voor items we hebben. Hebben we iets waardoor we sterker zijn? Of iets wat we kunnen gebruiken nou snel? We hadden die power potions, die had ik te veel. 10 is het maximaal wat je kan hebben. Dus, nou ja, whatever. Trek maar gewoon. Dan kunnen we gewoon weer zo'n ability doen. Volgens mij kon ik er zelfs nog eentje. Nou ja, whatever. Whatever. Oké. Hoppakee. Weer eentje minder. Een toycar gestolen. Healing touch, doe jij maar even. Yeah, that's it, little buddy. That's it, little buddy. Ik wil niet weten waar hij die vinger in stopt. You can't hurt me. Ah, shit. Daar moet je simpele attacks voor gebruiken. Oh, what? Slow. Ik weet nou niet of hij nou aanvallen van dichtbij verwacht of van afstand. Het lijkt een beetje op van afstand. Dus we gaan het gewoon proberen met een normale attack. Dan komen we er snel genoeg achter. Oké, ik had dus wel gelijk. Hij verwachtte van afstand. Butters. Hij heeft het nog steeds koud. Sorry, Butters. Kunnen we hem niet eerst even uitmoorden? Dan we daar tenminste vanaf. Bam! Ah, dat doet nou helemaal geen damage nou. Omdat hij het koud heeft. Ah! No! Hij is allemaal... Hij is bij de dead. Hij is bij de... Nee, hij is dood. Rip. Weet je wel? Ik ga jou healen, jongen. Je bent mijn grote maat. Oh shit, dat kan niet. Ah, dat is, dan moet ik een ander ding gebruiken. De revive potion. Vangen. Oh. Doet wonderen, hè? Dat zie je alweer. Oké. 9 damage, dat zien wij graag. Dat zien wij graag. Oh, prachtige attack. Op wie is dit? Oh no, oh no! Die hitte best goed, zeg. Wie gaan we nou aanpakken? Oké, weet je wat? Ik geef eventjes een... Let's go, asshole. Een health potion aan hem. Hij is bijna dood. Dus why not? Je kunt elke ronde kun je 1 potion gebruiken en 1 attack doen. Dus ik zie het net niet om dat dan niet te gebruiken. Ik schakel hem eventjes uit. Dat lukt wel, 1 slag. Easy. Dat is nice. Kan je dan 1 slag of niet? Ik heb geen idee. Jazeker. Dat is vrij duidelijk. Attack down. Dan doen we de laatste. De backstab ability op die gozer. En dan is het afgelopen. Dan is het klaar. Hoppakee. Nee, hij heeft overleefd het. Wat een vent, hè. Nou ja, dan is het nou klaar. Kan mij het interesseren. Ah. Well, gee whiz, I hope I level up. Yay!
Shit. Your word is the command, my lord. Shall I heal the king, my lord? Or maybe let him suffer just a little bit more? Let him suffer a little bit more? Misschien is dat een goed idee. Laat hem eventjes een beetje lijden. Your word is the command, my lord. Ik vind iedere keer hoe yes, dat werkt. Sir. So. Just a body. Just a body. His power is too strong. Bard, he's up in one of the rooms. Ketchup. They took Princess Keeny. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Not get it! Princess Keeny. Sorry, maar hoe oud zijn al deze personages? Rape Candy. I'm not dead. You can't loot me yet. Weet je wat? Ik denk dat ik de episode hier ga afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe episode van South Park, The Stick of Truth. Volgens mij hebben we wel weer genoeg gedaan voor deze video. Dus als je het leuk vond, laat een like achter. Hopelijk zie ik jullie morgen terug bij een nieuwe episode van deze game. Ik probeer elke dag een nieuwe episode online te zetten. Als dat niet gaat lukken, dan zet ik dat altijd op Twitter. Dus volg me ook op Twitter voor mogelijke updates. Dus hopelijk zie ik jullie morgen terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en hou door!